you and see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, then baby. Goedemorgen, ik heb even geslapen. Even last van mijn rug. Nieuwe dag, nu nog veel kansen. Het is bijna 8 uur. Medicatie tijd even komen. Het zit deze nu morgen. Het is een mooie tijd. Het is kort wacht. Koffie. Goedemorgen, lieve mensen. Alweer goedemorgen. Kijk eens even mooi lucht buiten. Helemaal mooi. Hey, lieve mensen, goedemorgen. Ik wil het met jullie een aantal dingen over hebben. 1. Dat ik bijna vakantie heb. 2. Dat ik momenteel in het weekend in de nacht heel vroeg in de nacht wakker ben. En dat ik dan in één keer pijn heb in mijn rug. Of heel veel spierpijn. Of buikpijn of wat dan ook. Ik word denk ik wakker uit een hele raar droom. En ik heb hier een dagboek. Ik ga hier voortaan wat meer in schrijven de komende tijd. Ook mijn gedachten aan God. De gedachten die ik heb. En de dingen waar ik mee zit. Ik wil toch even een aantal dingen vertellen. Voor de meeste abonnees op mijn kanaal, de meeste Insta-volgers, de meeste TikTok-volgers weten dat ik ieder weekend in Randwijk slaap, ieder weekend bij mijn ouders. En dat ik gewoon heel veel dingen deel en ook een beetje te veel dingen eigenlijk. En ik wil je vragen om respect voor mij te hebben, omdat ik best wel elke dag een dag vroeg online gooi in de avond. Het is best wel veel werk. En dat ik in het weekend allemaal leuke dingen doe met mijn familie. En dat ik ook vrijgezel ben en mijn privéomstandigheden privé hou, wil ik toch wel zeggen dat ik daar best wel trots op. Ik wil alleen maar tegen jullie zeggen dat ik niet meer over andere mensen mag praten. Dus dat ga ik ook echt niet meer doen met mijn video's en mijn vlogs of wat dan ook. Ik hou het gewoon verder privé. Maar het trekt de laatste tijd wel mee dat ik heel erg mijn best doe om fit te blijven. Om mijn lichaam netjes te houden. Om niet te veel suikers en eten en drinken te doen. Maar ik zit toch ergens anders mee. Dat weet ik niet. Ik moet dinsdag naar de tandarts. Ik heb gisteren met contactzoon gepraat. En hij vond het lastig dat ik geen vrije middag had gekozen om tandarts te gaan. Dus ik ga zorgs naar de tandarts dinsdagochtend. En ik ga gratis willen boren. En ik ga zo meteen trouwens tanden poetsen om meteen daarvoor naar de kerk toe gaan. Het is trouwens knetter vroeg, man. Het is pas 9:10. En ik heb nu al ontbijt op. Ik heb medicijnen op en zo. En ik heb gewoon een vaatje gepakt en zo. Dat soort dingen. Ik merk dat ik het een dan met jullie over wil hebben. In deze speciale video op deze tafelvlog. Het is haast vroeg 9:10. Ik heb gisteravond lag vroeg te slapen. Ouders waren heel laat thuiskomen. En ik heb gisteravond gewoon een beetje chips gegeten, een beetje raden gedronken. Ik heb met Instagram, TikTok en YouTube bijgewerkt. Het gaat heel lekker met YouTube en met TikTok. Daar ben ik hartstikke blij mee. Daar ben ik jullie ook heel dankbaar voor, dus dank jullie wel daarvoor. Het is een normaal gevoel de vlogs kijken voor anderen, ook al hebben ze een relatie. En ook al hebben ze het zo gezellig, dat is hartstikke fijn. Maar je kunt, doordat je zelf YouTuber bent en amateur YouTuber, kun je ook andere mensen reageren en andere mensen steunen. Ik wil tot aan deze dag. Ik heb sowieso respect voor Gio en Ja, dat ze uit elkaar zijn, maar ook dat ze goede vrienden zijn. En voor alles wat ze met elkaar gedaan hebben, alles wat ze meegemaakt hebben. Want zo heeft ieder zijn of haar rugzakken. Ik wil jullie vertellen dat waar je ook mee zit, wat je ook meemaakt, dat je het kan opschrijven of kan typen op de laptop of kan schrijven in een boekje, dat je weet dat je niet alleen bent. Er zijn zoveel mensen die zijn struikelen met allerlei gedachten, negatieve gedachten of gedachten over zichzelf of wat dan ook. Ik ben vorige week barbershop geweest met mijn broer. We zijn vorige week naar Petinti geweest in Bennekom. Dat was hartstikke leuk. Ik ben natuurlijk naar de barbershop geweest. Dus ik wil het eigenlijk weer jellen, maar eigenlijk ook weer niet. Want ik ben heel blij met deze patches. Dus het is mijn oude Kingpad, een festivalpad dat ik heel lang heb. Eigenlijk zit ik over na te denken om gewoon wat minder een pet te dragen, meer gel te doen en meer te vertellen tegen jullie ook een vol. Mensen, ik ga het uitleggen over deze ochtend. Ik ben natuurlijk voor je barbershop geweest. Mijn baard moet van me bijwerken, dus dat gaat sowieso wel gebeuren. Ja, ik ga even mijn haar gellen, gewoon wat kan. Even mijn model brengen en dan gaan we rustig wakker worden. Dus, joe. Mensen, zoals je ziet, ziet het er goed uit. Even mijn telefoon. Ik heb een sterke strakke model zitten, helemaal nice. Nou mensen, ik heb mijn haar weer in gel zitten, het zit een strakke model. We gaan de ochtend lekker op tijd beginnen met een lekkere ochtendvideo, dus let's go. En het is trouwens inmiddels alweer 9:01. Lekker wakker geworden en let's go. Goedemorgen lieve mensen. Ik heb even wat anders aangedaan. Ik heb even een jas aangedaan. Mijn nieuwste jas. Een nieuw t-shirt.
Omdat een trui, mijn moeder hem niet vond staan voor de kerk. Dus heb ik daar maar aan gedacht. Dus dat is een positief dingetje. We gaan zo naar de kerk en gaan we rustig aan een dienst voorbereiden. Ik heb lekker mijn aan, Joe. Ik heb wel mijn pet op. De pet zit toch wel iets chiller, dus mensen, goedemorgen. Ik heb een klein beetje conflict met mijn moeder. Ze zijn allemaal een beetje moe en allemaal een beetje chagrijnig. Mijn moeder wil dat ik hier een hoodie overheen draag. Het is koud, het is winter en ik draag zomerkleding, niet waar. Het is gewoon een prima korte broek of een spelbroek. Wat op, afgeleverd denk ik in de kerk. Zie straks een video. Lekker. Ja, kom ik er nu in dan? Kom. Volgende keer, hè? Kom ik zo wel weer. Kom. Je staat wel kunnen leren, hè? Nu ga ik rondom leren. Is goed, kom maar. Dus wij klaar, ik ook. Ah, lekker. Kom maar. Klaar? Ja? Ja? Kom maar. Lekker. Hey, goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag. Ja, sorry, man. Oké. Oké, let's go. Goedemiddag. Het was even een hele mooie dienst in de kerk vanochtend. Een mooie preek. En mooi gezongen met elkaar. Mijn broer nog gezien, mijn schoonzus nog gezien. En koffie gedronken en voetbaltiktoks gemaakt met een maatje van me. En nu ben ik terug in Randwijk. Mijn lucht, dat weet ik. Ik ga straks even opruimen, straks het dagboek schrijven, straks even voorbladen. Maar kijk even een mooie witte wereld. Boy, mensen, even me-time, even een schaan doen. Even de koek. Een koffie. Mensen, goedemiddag. De telefoon is opgeladen, hartstikke nice. Ik heb mijn broer en schoonzus net in de woonkamer gezien.
dag gezegd. En let op je bijgewerkt, mailtjes bijgewerkt en zo. En nu ga ik live instaan. Joep. Mensen, we hebben thuisgroep. Hey, vijf aangekomen. Joep. Mensen, we hebben thuisgroep, hartstikke nice. Kun je wat laten zien? Let op. Even het radio even uit. Kijk eens, boodschap binnen, hartstikke nice. Nou, dat is allemaal, oké. Even. Kijk eens, mensen. Een nieuwe deel van moeder gekregen. Voor de boodschap, hartstikke nice. Joep. Het is een kerstkaart, ik de kamer geschreven te worden. Kijk eens, hartstikke mooi. En mijn toppie, boodschap is binnen. Ja, mensen, kom de Q&A aan, deze dag vlog. En die Q&A ga ik zo meteen opnemen. Dus let's go. Ik neem de vragen op die ik een Insta-video in de livestream met me heb gehad. Die ga ik opnemen. Ja, allereerst, hoe gaat het met je? Je filmt één keer met telefoon, andere keer met statief. Ja, dat klopt. Dat doe ik eigenlijk bewust. Omdat ik heel vaak geen zin heb statief te gebruiken. En omdat ik meestal in de middag of ochtend met statief film. Dus dat is gewoon zo'n dingetje. Dus dat is sowieso wel een positief. Hoe doe je het als je toeper? Door de week, om door de week 5 dagen de week te werken. En dan het weekend uitrusten. Hoe combineer je het met familiedingen en vriendendingen? Ja, dat zijn de goeie. Ja, ik weet het niet. Ik probeer gewoon mijn energie te bewaren voor bepaalde dingen. En gewoon bepaalde energiestukken. En ik zie dat mijn winterdekbed in de fietsenbal zit. Dus moet ik even aanhouden. Dus dat. Hoe ervaar je rust in deze mentale tijd voor zorg en mentale problemen? Dat is een hele goeie. Ik denk vooral door te buiten deze buitenstudie te doen met de goede vriendin, wat ik altijd doe. En gewoon positief te houden allemaal. Sowieso belangrijk. Ja. Hou je van meer van kaas of dan meer van frietjes? Ja, dat is goed. Ik denk dat ik meer van kaas hou. Ja. Lievelingseten, bami. Ja. Heb je een goede schrik met je wasdagen 3 dagen per week? Ja, zeker. Oké, de Q&A is dus heel snel dit keer. En ik zie dat mijn schoenen heel vies zijn, dus die ga ik even schoonmaken. Ik heb trouwens hele mooie schoenen. Ik heb namelijk hele mooie nieuwe patta's, zoals jullie weten. Ik heb al een bootje. Ik heb een goede schik mee. Kijk deze. Dat is originals. Hartstikke nice. Hoe vaak ga je live op Insta en wat bespreken allemaal op Insta? Dat is ook een goede. Ja. Eigenlijk beetje van alles eigenlijk. Ja. En wat gebruik je allemaal voor je haar? Gellen om te wassen of wat? Oh ja. Ja, hij ziet zo strak uit. Klopt, ja. Mensen, het is even een korte video en ik ga even de lamp uitdoen en dan ga ik even nog een extra video maken over hoe het nou met mijn mentale gezondheid. Mensen, goeie avond. Ik doe even heel even hierbij een video opnemen met een kaarsje, omdat er belangrijke dingen te vertellen zijn. Zoals jullie weten, heb ik een heel verwerkingsproces waar ik in zit. We gaan je elkaar staan, we gaan je pakken. Als één het heel bang is, dat ik niet bang hoef te zijn dat mij iets aan wordt aangedaan. Want ik heb alle bescherming, ik heb politiebescherming, ik heb bescherming van de engelen, van God. En ik heb een kruisketting omhangen. En ik weet gewoon dat ik gewoon mezelf niet pijn hoef te doen. Dus dat is sowieso een belangrijk dingetje. Wat wil je vandaag wel meegeven? Ik heb een poosje terug een papiertje gehad. Toen de herdenking van de psycholoog die het een motorongeluk is overleden, zo'n poosje terug. Het ging herdenkens iets. Samen zingen wij het lied. Samen steunen wij elkaar. Als we gaan nemen doet het dit. Zeker een kaarsje aan. Elk jaar hier onder deze boom staan we samen stil. Bij hen die van ons zijn heen gaan, benoemen ze hier bij hun naam. Heel mooi lied. Ik wil vandaag vertellen dat die psycholoog die helaas overleden is, dat ze in mijn hart zit. Ik heb een nieuwe psycholoog. We moeten niet vergeten wat ze me allemaal geleerd heeft. Alle dingen, alle positieve dingen. Dat ik iedere keer alles omgooi in positiviteit, een hele tijd vertel waar ik mee zit en wat ik meemaak en wat ik doe. En hoe meer zin ik heb in mijn leven, des te eerder komt het allemaal goed. Des te eerder krijg ik mijn behoefte weer, des te eerder gaat het allemaal weer goed. Ik wil je vandaag het kaarsje beet pakken. Niet omdat het is niet heet, het is geen vuurtje. Het is gewoon elektrisch. Ik wil vandaag tegen jullie zeggen, mensen, houd vol. Houd vol om het positief te houden. Houd vol om de dagen in te gaan. En God gaat met je mee, dat sowieso. Maar wees altijd positief.
Ik weet niet in wat voor tijd gaat. Ik weet niet in welke zorgen, struggles of dingen waar je doorheen zit, waar je mee zit. Maar weet het God van jou, het weet dat, onthoud dat. Dat is zo mooi. En zo in de Bijbel, vrees niet, ik ben met u. Kom door allen tot mij die vermoeid zijn. Dat is zo mooi. Van ons gebrek en staan in dienst. Ik heb gebiebokst, ik heb opgetreden. Dat is hartstikke mooi. En daarom het hoog tijd dat ik nu jullie wat ga vertellen over mijn gezondheid. Niet alleen mijn gezondheid, maar ook de gezondheid van andere mensen. En je zult denken van, waarom heb je een kaarsje vast? Dat is een elektrisch kaarsje. Ik heb deze toen een moeder gekocht in Duitsland. Lieve mensen, ik heb een heel tof jaar gehad. Ik ben bezig met een getuigenisproject waar ik echt heel veel schik mee heb, waar ik heel veel zin in heb om dat te gaan doen. Ik ben er gewoon heel blij hoe alles momenteel loopt. Hoe de begeleiding er voor me is. Hoe de mensen voor me zijn. Hoe ze mij ons willen steunen. En dat is gewoon mooi, weet je. Dat is toch een belangrijk positief dingetje. Ik wil vandaag vertellen dat God van jou houdt. En welke struggles, welke worstelingen. Als jij denkt, ik ben onzeker. Ik ben niks waard. Dan moet je tegen jezelf zeggen, ik ben het wel waard. Ik ben het zeker waard. Alle mensen die aan deze, naar mijn dagvolgens kijken. Hadden we het goed bekeken. Ik deel mijn Facebook, deel mijn groepen. Omdat ik gewoon de 300 abonnees halen dit jaar. Misschien gaat dit jaar niet meer lukken. Misschien begin volgend jaar. Zou ik heel tof vinden. Help me alsjeblieft met 300 abonnees, mensen. Zou ik heel tof vinden. Help me alsjeblieft mee. Of in ieder geval de 270 of 80 abonnees. Zou ik ook heel tof vinden. Dus geen like te abonneren. Ik ga hierbij deze dag voor afsluiten. Het is een beetje raar gewoonte om met een kaarsje. Elektrisch kaarsje te afsluiten. Geen like te abonneren. Rustig aan allemaal. Geniet van je zondag. Stuur een comment van deze dag voor vond. Dat was een beetje heel erg hangen op de tak. Maar ik ga goede content maken. Ik ga morgen voetballen trouwens. En we beginnen morgenochtend met ochtendroutine, ochtenddouche, ochtenddouche en de was. We gaan met de was doen. Gaan we voetballen. Lekker drukjes. En weet je, toetjes vergeten, maar dat mag niet baten. Ik vind het echt niet erg. Dan komen we woensdag wel. Mijn moeder was gewoon te haastig. Dus, geniet twee dagen, positieve tijd mensen. Allemaal strijders, je weet zelf. Yo, hier is de avond. We kunnen het. Geen draaien te abonneren, je wordt samen. Boed op. En God zegen. Jojo, tot morgen.